schenk. O Jezus, zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot Hij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Welkom namens de drie gemeenten. Fijn om u zo te mogen begroeten en ontmoeten. Ook al is het heel anders dan we eigenlijk nog gewend zijn. Het belangrijkste is dat we samenkomen in de naam van onze Heer en Heiland. Die gelukkig niet aan plaats of tijd gebonden is. Wij zijn verbonden in Hem. En daarom willen we deze dienst ook beginnen met gebed. Zodat we ons kunnen richten op Hem. Laten we in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En wij zijn vanmorgen samengekomen in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Vervolgen wij nu de dienst met het eerste lied en kondig ik nog aan dat er collecte is voor de voedselbank. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht.
Altijd weer datzelfde gedoe. Hè? Hè? Ik ben er. Oh, nou, van mij mogen ze dat hekje nu eindelijk eens weg gaan halen, hoor. Oh, maar die boer Bernard, hè, die heeft het altijd veel te druk. Ja, hè, ik heb hem nu al zo vaak gevraagd om dat hekje weg te halen. Hè, ik kan er amper overheen kijken. Hè, zie maar, ja, wil bijna niet. En, ik vind het ook allemaal zo'n stom gedoe. Waarom moet het nou, hè, zo'n hekje? Hey. Ik val er heus niet meer uit. Hoi, Pien. Hoi. Man, lukt het allemaal wel? En, man, het is lastig, hè, dat hekje voor je. Hoi, Rut. Ja. Hi. Nou, poeh, dat kan je wel zeggen, zeg. Super lastig. Jeep. Horen jullie dat, jongens en meisjes? Horen jullie dat, Rut? Hoor jij dat ook? Nee. Volgens mij zitten de muizen hier. Muizen? Ja, zeker. Waar? Ik ben toch zeker niet blind? Een echte muis? Een echte muis. Nou, over die blindheid laten we het verder maar eventjes zwijgen. Maar oké. Okay. Maar Pien, ik heb een nieuwtje. Vers van de pers. Oh, echt? Oh, ha, ik ben benieuwd. Alles wordt nieuw. Alles. Alles wordt nieuw. Rut? Ja? Is alles goed met jou? Alles. Wat bedoel jij eigenlijk? Alles wordt nieuw. Krijg je een nieuw huis of zo? Of nieuwe jurk? Een muis. Daar. Nog meer? Ja.
Ja. Ik ga gauw kijken bij mijn kauwgomballen. Oh, ja, dat is wel een goed idee. Oh, Rut. Wat is er nou, Pien? Mijn kauwgomballen zijn ook al aangevreten door de muizen. Nee. Ja, echt. Die snoezepoes, die slaapt alleen maar. Oh, echt? Daar hebben we ook niks meer aan. Nee. Nee. Maar wat zei je nou? Alles wordt nieuw? Ja, alles wordt nieuw. Ja, hier. Hier, ja. Nou, ik denk dat ze dan ook gelijk dat muizenprobleempje wel eventjes kunnen oplossen. Want die worden dan weggejaagd. En dan kunnen ze ook vast die kleine, hoe heette die dingetjes ook alweer, man? Die gaatjes in de muur, die muizenhuisjes worden dan dichtgemaakt. En weet je, Pien? Nou? Ik denk dat ze jouw hekje ook wel kunnen weghalen. Ja. Ja, ja. Ja. En wie denk jij dan dat dat moet gaan doen? Boer Bernard, die heeft amper tijd om te eten. Piep. Hou je stil, muis. Wij zijn een gesprek aan het voeren. Ja. Man. Piep. Stil. Nou, precies inderdaad. En weet je, omdat boer Bernard het nou altijd zo ontzettend druk heeft, komt er een handige Harry. Handige wie? Harry. Wie is dat? Is hij net zo handig als hij heet? Het schijnt. Het wordt een... Even denken, hoe heette dat nou toch ook alweer? Het was een concierge. Concierge. Ja, dat was het. Concierge. Ja, hier. Komt hier. Op het puppetplein. Een concierge. Wat is dat dan? Een handige klusjesman, zeg maar. Alleen concierge. Concierge. Dat klinkt ja, een beetje chiquer als klusjesman, hè? Moeilijk woord. Ja. Waarom zeg je nou niet gewoon klusjesman? Doe niet zo moeilijk. Ja. Maar die komt dus. Ja. Ja. En wanneer komt hij dan? Ja, dat is het mooiste. Komende week. Piep. Oh. Piep. Muisje, waar zit je? Piep. Oh, hey, muis, als ik jou was, dan zou ik mijn koffer maar gaan pakken. Want handige Harry heeft vast muizenvalletjes. En daar is die vast heel handig mee. Ja, ja ik een piepklein koffertje, denk ik. Ja. Maar ik ben wel blij dat alles nieuw wordt. Maar, Rut? Ja? Staat daar ook niet iets over in de Bijbel? Dat alles een keertje... helemaal nieuw wordt. Daar moet ik even over nadenken. Maar ik geloof dat ik wel wat in mijn kinderbijbel heb gelezen daarover. Ja, maar weet je, Pien? Ik heb daar een heel goed idee over. Ik denk dat we naar de preek moeten luisteren van vanochtend. Want daar gaat het ook over alles wordt nieuw. En dan kunnen we daar vast nog wat van leren. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook. Nou, dan gaan we dat maar doen. En hopelijk is de muis nu bang geworden. Dat denk ik ook. Ik denk dat hij vast een piepkleine koffertje aan het klaarmaken is. Ik denk het ook. Ja, oké. Okay. Dag allemaal. Dag. Dag. Piep. Piep. Ik ga gauw weg. Voor handige Harry muizenvallen gaat zetten. We willen deze dienst zo graag vervolgen met gebed. En mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we zo op dit moment bij u mogen komen. En we prijzen uw grote naam. En we danken u, Heere, voor uw grote liefde, voor uw trouw. We danken u, Heere, dat u de grote schepper bent en dat u ook naar ons omziet. En we danken u, Heere, dat we ook vanmorgen weer een moment mogen hebben om samen te komen. Ook al is dat nog niet op de manier waar we dat graag zouden willen, Heren, dat we weer samenkomen in de kerk en dat we elkaar ja, ook in het echt kunnen ontmoeten. Toch zijn we u dankbaar, Heren, dat we ja, via deze manier, of op deze manier, Heren, u groot mogen maken.
Dank u wel, heren, dat we zo'n moment mogen hebben om te luisteren naar liederen, om te luisteren naar uw woord, om samen te bidden, om uw woord te overdenken. En ik wil u bidden, heren, wilt u komen met uw Heilige Geest? En dat u ons aanraakt en dat u ons vult. En heren, dat we een ontmoeting met u mogen hebben. Misschien wel voor het eerst of anders opnieuw. Heren, dank u wel dat we zo deze dienst mogen beginnen om u de lof en eer te brengen die u alleen toekomt. Vader in de hemel, willen u ook bidden. We willen bidden, Heer, voor de zieken in de gemeente. Heer, ik ken ze niet persoonlijk, maar u kent ze allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Ik wil u vragen, Heer, wilt u bij hen zijn? En wilt u uw genezende handen op en leggen? We willen ook bidden, Heer, voor mensen die op wat voor manier dan ook er geraakt zijn door de coronacrisis. Of misschien bang zijn. Heer, wilt u bij hen zijn? Dat ze, Heer, ook in deze periode mogen ervaren dat u een God van nabij bent. Ik wil u bidden, Heer, voor ook de regering van ons land. Dat ze de juiste beslissingen mogen nemen. Ook in deze, ja, toch best moeilijke tijd. En we willen bidden, Heer, dat ze ook daarbij rekening mogen houden met u. Beter nog, Heer, het zou zo mooi zijn, Heer, dat ze u persoonlijk kennen. En dat ze vanuit die verbinding met u ook ons land mogen regeren. Desondanks zijn we echt u dankbaar, Heer, dat we in een land leven waar we in vrijheid ons geloof mogen belijden. Waar ook christenen in de politiek zitten, zelfs in onze regering. We weten dat het geen vanzelfsprekendheid is. En daarom willen we bidden, Heer, voor al die landen waar christenen worden vervolgd omdat ze in uw naam geloven. Waar christenen niet in vrijheid bij elkaar mogen komen. En we willen bidden voor hen, Heer, dat ze standvastig mogen zijn. Wilt u hen vasthouden? Wilt u hen moed geven en kracht om vol te houden? We willen bidden, Heer, ook voor die landen, dat daar ook een verandering mag plaatsvinden. En dat het ook zo mag zijn dat ook onze broeders en zusters daar in alle vrijheid hun geloof mogen belijden. We willen, Heer, ook bidden voor uw volk Israël, uw oogappel. We willen bidden, Heer, dat u uw volk vasthoudt en beschermt. We willen bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. En we willen bidden, Heer, dat het moment spoedig mag komen. Dat ook uw volk, uw Heer Jezus, zal herkennen en herkennen, Heer, als hun Messias. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we ook vandaag uw woord mogen openen. Uw woord, Heer, dat we van u gekregen hebben om uit te leven. Uit te leren en te leven. Een richtsnoer, Heer, voor ons leven, elke dag weer opnieuw. En Heer, dat het woorden mogen zijn, Heer, die ons raken. Heer, dat het niet mijn woorden zijn, of wat ik voor heb bereid, maar dat het woorden zijn van u. Dat ik uw waarheid en uw evangelie, ja, dat door mag geven, Heer, dat ook vanmorgen mag klinken. Daarvoor wil ik bidden, Heer, voor een ieder Heer die op deze manier, ja, uw woord verkondigt. Die bezig is met verkondigen van uw evangelie. Heer, dat overal ter wereld, Heer, ja, uw evangelie mag klinken. Dat u leeft, dat u van mensen houdt. Dat u onze redder bent, Heer, en dat u terugkomt. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze dienst in uw hand mogen leggen. En we prijzen uw grote naam en zien uit, Heer, wat u gaat doen. Amen. We willen vanmorgen de Bijbel met elkaar openen in het boek Openbaring. En dat doen we in het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 21. En ik lees daarvan de eerste 8 versen. Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf,
want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lichthartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezing uit Openbaring 21. Boven de verkondiging van vanmorgen heb ik als thema neergezet: ik maak alle dingen nieuw. En de bedoeling juist van vanmorgen, wat tot ons toekomt uit Openbaring 21, zijn woorden van bemoediging. Juist in deze tijd. Ik weet natuurlijk niet hoe het met u gaat, in wat voor omstandigheden u zit, of u juist heel veel moeite hebt met de coronaperiode, of minder, of u bang bent, of juist niet. Ik denk dat het juist heel mooi is dat we juist in deze periode mogen nadenken over de toekomst die God voor ons heeft weggelegd. Zijn belofte. En ik vind het zo mooi dat wat we ook kunnen lezen in de Bijbel, in vers 5 wat we hebben gelezen, ik maak alle dingen nieuw. Nu kun je die zin natuurlijk op verschillende manieren lezen. Je kunt de klemtoon net op een ander woord leggen. Maar ik vind het belangrijk om vanmorgen te benadrukken, de klemtoon ligt wat mij betreft op het woordje ik, God. God is degene die ons de belofte doet dat hij alle dingen nieuw maakt. We leven in een tijd waarin best wel veel mensen denken dat alles maakbaar is. En misschien is het wel zo dat de coronacrisis ons heeft geleerd dat het niet zo is. Alle dingen zijn niet maakbaar. Maar dan mogen we juist tegen elkaar vandaag zeggen dat God degene is die alles nieuw maakt. We weten met elkaar dat we een periode leven die best wel vreemd is. Normaal gesproken had ik veel liever, als ik heel eerlijk ben, gewoon in de kerk gestaan, u ontmoet, op de kansel gestaan en zo de dienst geleid in plaats van dat ik nu voor een videocamera de verkondiging moet doen. En ook ik heb best wel gemerkt hoe ingrijpend de coronacrisis is, of eigenlijk meer ook was, eigenlijk misschien was, of is geweest. Ik werk als docent godsdienst en ik werk op een middelbare school en ik werk op openbare basisscholen, ook als leraar godsdienst. En op de middelbare school heb ik vooral op deze manier gewerkt, dus via de video. En echt op afstand. En op de basisscholen ook steeds op afstand. Maar gelukkig al sinds een paar weken dat ik ook weer een paar scholen naartoe mag. Dat ik ook weer leerlingen mag begroeten. En een paar weken geleden was ik voor het eerst op mijn school. En dat is een groep 8. En natuurlijk is het dan zo dat je met elkaar gaat praten van hoe gaat het nou met je? En er was een meisje, Maaike heet ze. En die had een hele mooie vraag. En die vroeg mij, van hoe kan dat nou? Als we het hier hebben over God, dus openbare basisschool, hè, even voor de duidelijkheid. Als we het hier nou hebben over God, hoe kan het dan dat deze God dan blijkbaar zoiets als het coronavirus toestaat en dat mensen doodgaan? Nou, ik vond dat een hele mooie vraag. En misschien is dat ook wel een vraag die u zichzelf de afgelopen tijd misschien wel een keer heeft gesteld. En in de klas gingen we daar wat op door. Ik dacht, ik ga niet direct antwoorden geven. Ik ben heel benieuwd waar de klas mee komt. Nou, één meisje met een islamitische achtergrond, die zag God juist als degene die alles bestuurt, die daar ook echt zijn hand in had. Een andere jongen die zei van, nou ja, logisch, er moeten dan eenmaal mensen sterven, want anders raakt de aarde overbevolkt. Dat kan ook niet. En zo waren er steeds allerlei gedachten.
En wat is het dan mooi om op zo'n moment te kunnen zeggen dat wat wij geloven vanuit het christelijke geloof, vanuit de Bijbel, is dat we een God hebben die zegt dat Hij alle tranen van onze ogen af gaat wissen. Dat de dood er niet meer zal zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Dat is de belofte die God ons geeft. Wat een geweldige belofte van God. Wat een bemoediging voor ons. Hij maakt alle dingen nieuw. We hebben gelezen met elkaar uit het boek Openbaring. En het boek Openbaring, om daar ook heel eens persoonlijk kort over te vertellen, is een boek dat mij al heel lang nauw aan het hart ligt. Het is een boek waar ik best, mag u best weten, best veel lees, uitstudeer, al jarenlang. En dat heeft er ook mee te maken dat, als het gaat om mijn persoonlijk geloof, dat Openbaring daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Zoals u misschien wel weet, ben ik behoorlijk christelijk opgegroeid. Mijn vader was zelfs predikant. Maar toch moet je zelf tot een keuze komen. Het is een persoonlijke keuze. En door het boek Openbaring, was een jaar of 16, 17 jaar oud, juist toen kwam ik erachter dat God niet alleen een God is van het verleden, maar ook van de toekomst. Nou, en dat heeft mij een enorme boost gegeven, zeg maar, om echt mij in het woord van God te verdiepen en ook om een persoonlijke relatie met die God te krijgen. Maar goed, als je het boek Openbaring hebt, dan kun je natuurlijk met elkaar over nagedenken van hoe moet je dat boek nu lezen. En dat kan op verschillende manieren. Ik wil dat een beetje laten liggen. Het belangrijkste is, wat ik voor morgen in elk geval wil delen, is dat de eerste lezers in de eerste eeuw van onze jaartelling dus, toen het boek geschreven werd, die zagen het boek als een troostboek. Openbaring is in de eerste plaats een troostboek. Want zij, de eerste lezers, zij werden vervolgd. Ze werden vervolgd omdat ze in de naam van de Heere Jezus geloofden. En ook de schrijver van dit boek, Johannes, werd vervolgd. Notabene, hij werd verbannen naar Patmos, waar hij deze visioenen kreeg, die hij heeft opgeschreven in het boek dat wij kennen als Openbaring. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat je het vervolgd worden vanwege je geloof, dat was normaal. Dat wij hebben hier in het Vrije Westen, dat is een uitzonderingspositie. Dat beseffen wij ons vaak niet, maar het is wel zo. Dus in eerste plaats is het een troostboek. Voor de mensen toen, maar ook zeker voor ons nu. En voor heel veel gelovigen ook, die in dezelfde situatie zitten als de mensen destijds in het Romeinse Rijk. Het is ook een boek wat gaat over Gods overwinning over de goddeloze machten. Want dat is eigenlijk wat gebeurt aan het einde van het boek Openbaring. Daar wil ik kort met u bij stilstaan. Misschien is het u opgevallen, en ik hoop anders dat u de Bijbel ook geopend heeft, of misschien op uw mobiel. Dan zie je in het tweede vers, dan zie je dat de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. Dus we zien een vrouw, de bruid van het lam, gekoppeld aan een stad, de nieuwe Jeruzalem. Dus de gemeente, de bruid, het nieuwe Jeruzalem. Een vrouw. Nu is het zo dat als je een paar hoofdstukken terug zou bladeren en je komt in Openbaring 17 terecht, dan zie je ook een vrouw. En dat is eigenlijk het tegenbeeld van dat hemelse Jeruzalem, de bruid, de gemeente. En dat is een vrouw, de hoer van Babylon. En dat kun je lezen in Openbaring 17 en 18, waar ook het oordeel over wordt gesproken. En de hoer van Babylon, ik zou je kunnen zeggen, is het antigoddelijke, antichristelijke, corrupte, financiële en religieuze wereldsysteem. En dat is een systeem met hele oude papieren. Want als je zou teruggaan, als je nou gaat denken van waar komt dat Babel vandaan, dan gaan we eigenlijk terug naar Genesis 3. Na de zondeval zie je eigenlijk dat er twee lijnen ontstaan. De lijnen van Kain en Abel. Abel van geloof, Kain
van ongeloof. En dan komt God met zijn oordeel met de zondvloed. En dan zie je dat Nimrod op het toneel verschijnt. En Nimrod, dat betekent eigenlijk tegenstrever. En die tegenstrever, iemand die vanuit hoogmoed zich Gods wilde zijn, zich op de troon van God wilde zetten, dus de mens op de troon van God, hij was de bouwer van de eerste koninkrijken en ook Babel. Dat kun je lezen in Genesis 10. En daar begint eigenlijk het idee van de mens als tegenstreven ten opzichte van God, waar de geestelijke machten, de duivel, achter staat. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de torenbouw van Babel in Genesis 11. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Daniël, waar vier dieren naar voren komen. Daniël heeft daar een visioen van vier dieren. Het eerste is Babel. Het tweede is Mede en Persen. Het derde, het Rijk van Alexander de Grote. En vierde, Rome. En het is eigenlijk interessant dat als je kijkt naar Openbaring, is dat dat vierde rijk, het Romeinse Rijk, waar het om gaat in Openbaring, eigenlijk samenvalt met Babel. Het totaal van het corrupte en anti-goddelijke systeem. Zo te zien is Babylon eigenlijk van alle tijden. En hoe dan ook kom ik tot de conclusie, als je hier naar kijkt, is wij leven zelf ook te midden van dat Babylon. Er is alleen één ding wat heel belangrijk is om te benadrukken. En dat Jezus heeft al deze machten nu al overwonnen. En daarvoor wil ik met u heel graag naar een hele mooie tekst wat we kunnen lezen in Colossense 2, vers 15. Ik zal dat met u lezen. We kunnen over de kruisdood van Jezus heel veel dingen zeggen. En we zeggen vaak tegen elkaar van dat door Jezus kruisdood, dat wij vergeving van zonde hebben gekregen. Dat is natuurlijk helemaal waar. En daar zijn we enorm dankbaar voor. We kunnen hem dan nooit genoeg dank en eer voor geven. Maar we weten ook vanuit de Bijbel dat hij de overwinnaar is. Hij is overwinnaar op zonde en dood over de Satan. En ik vind dat zo mooi dat we dat lezen in Colossense 2 vers 15. Waarin staat hij, dat is Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De macht die achter dat corrupte, antigoddelijke systeem zit, de duivel, de overheden, de machten van de geestelijke wereld, die heeft Jezus openlijk te schande gemaakt aan het kruis en daardoor over hen getriomfeerd. En het mooie is, en dat vind ik altijd zo geweldig om weer te ontdekken, dat als je kijkt naar de situatie waar wij nu in leven, zijn wij als gemeente het bewijs dat Jezus dat gedaan heeft. Dus waaraan kunnen we zien dat dat de waarheid is dat Jezus getriomfeerd heeft over de machten in zijn kruisdood. Dat zijn kruisdood van en opstanding alles beslissend is geweest, daarvan zijn wij als gemeente het bewijs. En dat kunnen we lezen in Efeze. En dat vind ik altijd zo bijzonder om te lezen. In Efeze 2 vers 10 staat dat. Of Efeze 3 vers 10, ik moet het goed zeggen. Daarin lezen we, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Wij mogen laten zien in onze veelkleurigheid dat Jezus Christus de overwinnaar is. Hoe kunnen we dat dan doen? Ook daar wil ik kort met u bij stilstaan. Als je verder kijkt in de brief wat Paulus geschreven heeft aan de Efeziërs, dan eindigt hij met de geestelijke wapenrusting.
En hij roept ons op. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik zou het ook met andere woorden kunnen zeggen, tegen de macht die achter dat antigoddelijke, antichristelijke systeem zit, die achter Babylon zit. Hoe kunnen we dan stand houden? Ik zal het noemen, maar misschien is het heel mooi. Ik wil u aanmoedigen om gewoon die geestelijke wapenrusting voor uzelf is door te nemen. Dat we de hele wapenrusting van God aan kunnen doen. Omdat we weerstand kunnen bieden, stand kunnen houden. Dat omgord mogen zijn met de waarheid. Bekleed met de gerechtigheid. Onze voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dat we bovenal het schild van het geloof opnemen, waarmee we alle vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. En dat we de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, hebben, terwijl we continu blijven bidden en smeken. En Paulus tekent hier een Romeinse soldaat. Wat zal hij er veel hebben gezien in zijn leven? Maar hij laat nou een andere soldaat zien. Een soldaat die bekleed is, zodat hij stand kan houden en zodat hij, ja, dat je echt die wapenrusting aan hebt, dat je stand kan houden en weerstand kan bieden. En zo mogen we leven als de bruid van Christus nu. Ik ga met u terug naar het gedeelte in de Openbaring. We hebben gelezen, en dat haalde ik net aan, over die bruid. En bij een bruid hoort ook een bruiloft. En die bruiloft vinden we in Openbaring 19. En in Openbaring 19 lezen we het volgende, vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. En een geluid als zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Hiernaar heeft Jezus verlangd. Toen hij het avondmaal instelde, vlak voor dat hij ging lijden en sterven. En elke keer als we het avondmaal vieren, herdenken we wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat de Heer voor ons gedaan heeft, dat Hij die weg is gegaan. Maar er is meer dan dat. Als de Heer Jezus uitziet naar dit moment van vereniging, dat de bruid en de Heer samen zijn gekomen, zo mogen wij ook elke keer, als wij het brood met elkaar delen en de wijn met elkaar drinken, mogen we uitzien naar de Heer Jezus. En ik vind het zo mooi als je dat avondmaal hierbij betrekt. Dat we met smetteloos en blinkend fijn linnen worden bekleed. Dat komt omdat wij gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Dat kan niet anders. Als wij gereinigd willen zijn, kan het alleen door het bloed van de Heer Jezus. Maar ik vind het zo mooi dat erbij staat, dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ik vind het elke keer weer, als ik dit lees, denk ik, wat gaaf. Dat wat wij hebben gedaan in dit leven, onze gerechtigheden, zeg maar, dat die blijven bestaan. Eigenlijk zoals een heel oud lied zingt, zegt dat al wat wij hebben gedaan voor de Heer Jezus, dat zijn waarde houdt en dat blijft bestaan. Wat wij in ons leven doen voor de Heer, dat doet het toe. Ik vind het zo mooi in Openbaring 21 is er een vers, in vers 24, waar staat, en de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Ik wil dit vers zo interpreteren, of ik interpreteer het vers zo, dat al het schone, al het mooie, al het goede van de aarde ook blijft bestaan in die nieuwe hemel
en nieuwe aarde, dat heeft eeuwigheidswaarde. Ik wil nog één ding uit Openbaring 21 benoemen, wat we hebben gelezen. En dat is dat vers 6 en het tweede gedeelte. Daar staat, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En dat komen we ook tegen in Johannes 7. En Johannes 7 is een heel bijzonder gedeelte, want Jezus is daar op het Loofhuttenfeest. En er is enorm veel rumoer rondom de Heer Jezus. Vlak daarvoor heeft hij een gesprek gehad met zijn broers. En zijn broers die zeggen van, weet je wat je moet doen, Jezus? Jij moet naar Jeruzalem gaan. Dat is the place to be. Daar zullen de mensen echt zien wie jij bent. Heer Jezus wil er niets van weten. En in Jeruzalem wordt enorm veel over hem gesproken. De overpriesters die hem willen doden. Sommige mensen die heel geïnteresseerd zijn. Mensen die in hem geloven. Mensen die er niks aan moeten weten. En dan op de laatste dag treedt Jezus naar voren. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Dan neemt Jezus het woord. En dan stelt hij dat hij levende water is. En dat doet hij op het moment dat een ritueel aan de gang is. En elke dag van het feest, dus van het Loofhuttenfeest, haalde een priester met een gouden kruik water. Met een gouden kruik water uit de vijver van Siloam. En onder gejuich en muziek werd dit naar het altaar gebracht. En het volk die zei de woorden uit Jesaja, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En na één rondgang om het altaar werd het water uitgegoten aan de westzijde van het brandofferaltaar. En op de zevende dag, dus de dag waarin de Heer Jezus ook dit uitspreekt, Johannes 7, werden zelf 7 rondgangen gedaan. En via een buis ging dat water vervolgens naar de tempelbeek, de Kidron. En de tempelzangers die zongen, Psalm 118. Och Heer, geef toch heil. En dit alles herinnerde eraan dat God tijdens een woestijnreis water deed stromen. En een verwachting ook dat de stromen van heil door de Messias weer gegeven zullen worden. En dan mag het duidelijk zijn dat de Heer Jezus aangeeft dat Hij die stroom van heil is. We lezen in Openbaring ook dat Jezus ons wil leiden naar de levende waterbron. De Heer Jezus wil zich leiden naar zichzelf. En de vraag die ik wil stellen, ook vanmorgen, dat is een vraag die ook aan mezelf stel, ook aan u, aan jou, is de Heer Jezus genoeg voor ons? Niet alleen deze misschien best wel vreemde tijd, of een moeilijke tijd, maar elke dag weer opnieuw. Dat we de dag mogen beginnen met de Heer Jezus. Dat elke dag van ons leven het gaat om Hem. Dat we Hem nummer 1 zetten in ons leven. En dat wij ons laten leiden naar die levende waterbron, naar Jezus zelf. Tot slot. In een wereld waar zoveel aan de hand is, waar zoveel angst is, zoveel verwarring, richten wij ons hoofd naar boven. Leven wij in verbinding met Jezus en verlangen we ernaar om voor altijd bij Hem te zijn. Het is zo mooi dat we mogen lezen in de Bijbel dat God bij ons zal komen wonen. Dat we zijn volk zijn en dat God zelf zal bij hen zijn en een God zijn. Dat is Gods verlangen. En dat zie je in Genesis 1. Dat zie je in Openbaring 22. Dat is Gods verlangen, dat Hij bij ons zal zijn. Wat ik ook net heb gezegd bij het avondmaal. Jezus verlangt ernaar. De Heer Jezus verlangt ernaar het moment dat wij altijd bij Hem zullen zijn. Verlangen ook wij naar dat moment. Geloven we in die geweldige toekomst dat God alles nieuw maakt. Dat er geen rouw meer is. Dat de tranen van onze ogen worden afgewist en dat de dood en niet meer zal zijn. Dat is de belofte. Ik maak alle dingen nieuw.
u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Al zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag. Einde van deze dienst willen we graag de Heer nog danken. En daarna wil ik u de zegenbeden meegeven. Laten we ons richten tot God in gebed. Vader in de hemel, trouwe Vader, zo aan het eind van deze dienst komen we weer bij u.
Heren, zijn we u dankbaar, Heer, dat we zo'n moment mochten hebben om bij u te zijn. Om naar de liederen te luisteren. Misschien wel mee te zingen. Om samen te bidden. Om uw woord te openen, Heer, en over na te denken. En Heer, dan is het zo geweldig dat we mogen geloven in een God die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Wat geweldig, Heren, dat we uw belofte hebben. Dat we ons hoofd naar boven kunnen richten. Dat we weten, Heren, dat er een moment komt dat u recht en gerechtigheid brengt op deze aarde. Dat we mogen weten, Heer, dat het moment komt dat we altijd bij u mogen zijn. Wat een liefde en wat een genade heeft u voor ons. Dat een eind komt aan de dood, dat een einde komt aan rouw. Heren, dank u wel, Heer, dat we daarin uw belofte mogen hebben en dat we dat mogen uitleven. En Heren, dat u ons ook de kracht geeft om ook stand te houden en vast te houden aan uw woord. En Heren, dat we elke dag weer opnieuw, en wilt u ons daar ons de kracht voor geven, want dat we echt u de prioriteit nummer 1 geven in ons leven. En Heren, als we eerlijk zijn, moeten beleiden, Heer, dat dat zo vaak niet zo is. Heren, dat we dat moeilijk vinden. Maar Heren, dan mogen we vandaag weer opnieuw tegen elkaar zeggen dat u de belangrijkste van ons bent, voor ons bent. Dat we voor u houden. Heren, dat we voor u willen gaan. Heren, dat we u nummer 1 willen zetten in ons leven. En Heren, dat het zo mag zijn dat van onze getuigenis uit mag gaan. Dat ook andere mensen mogen zien, Heren, aan ons, dat u leeft. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons daar de kracht wil begeven door uw Heilige Geest. Ik wil u bidden, Heer, voor de komende week. U weet wat er gaat gebeuren, wij zelf niet. Maar we leggen het in uw hand. Waar we ook mogen zijn, of het nou op school is, of op ons werk, of thuis, of misschien dat we wel op vakantie gaan. Heer, wilt u met ons meegaan, wilt u ons vasthouden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo ook deze week in uw hand mogen leggen. En we prijzen uw grote naam. Amen. En ze mogen nu de liefde van God, de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terugkomt en ons allen tot zich zal nemen. Maranatha, de Heer Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Zeker.